Mijn naam is Aras Shahzad en namens FX Flat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we ditmaal kijken naar een interessante analyse van een aandeel. We nemen hierbij ook zoals gebruikelijk een kijkje op het Trader Workstation handelsplatform. Uiteraard samen met Tom Lassing gaan we daarna kijken. Zoals gebruikelijk gaan we kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Dan gaan we kort door naar FX Flat. Het is vrij bekend. We zijn wat dat betreft al meer dan 25 jaar bekend als de toonaangevende online broker. Met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua beleggingsrekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de Trader Workstation beleggingsrekening en eenmaal de MetaTrader rekening. De MetaTrader beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform kunt u dus daytraden, daghandelen en vrijwel alle mogelijke derivaten in CFD vorm. En dat kan dus allemaal met 0 euro transactiekosten. Dus u heeft 0% commissies over de trades. Voor de rest heeft u ook geen beheerkosten of andere soorten van fees of inactiviteitskosten voor het beheren en het voeren van uw beleggingsrekening. Dus die bedragen ook 0 euro. Het openen van zo'n MetaTrader beleggingsrekening gaat heel gemakkelijk online via de fxflat.nl website. En dat is al mogelijk vanaf een storting van 200 euro. Wat verder vrij uitzonderlijk is en waar we ook erg trots op zijn bij FX Flat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader beleggingsrekeningen. Tot slot, wilt u kennis maken met MetaTrader, wilt u oefenen met het daytraden, het daghandelen, dan hebben we daarvoor dus de demo beleggingsrekening. En hiermee kunt u 30 dagen lang van alles uitproberen, testen met oefengeld en ook nog eens met real-time koersen, dus voor alle duidelijkheid, dat is kosteloos en vrijblijvend. Dan gaan we door naar de Trader Workstation beleggingsrekening, waar we dus vandaag ook samen met Tom een kijkje nemen in het online accountbeheer. Met deze beleggingsrekening kunt u wereldwijd beleggen in vrijwel alle mogelijke effecten op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 €. Maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelen, die zijn al te beleggen vanaf 1 dollar cent per stuk. Het openen van zo'n Trader Workstation beleggingsrekening gaat ook heel gemakkelijk online via de fxflat.nl website. En dat is al mogelijk vanaf een storting van 2000 euro. En ook bij deze beleggingsrekening geeft u geen beheerkosten of andere soorten fees voor het voeren van uw beleggingsrekening. Wilt u daarnaast bijvoorbeeld de overstap maken van uw huidige broker naar FX Flat, dan kunt u gebruik maken van de depotoverdracht. En wat ook vrij uitzonderlijk is, is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige brokers bieden wij daartoe nog de mogelijkheid. Dus heeft u bijvoorbeeld een BW of een eenmanszaak, wilt u daarmee zakelijk gaan beleggen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. En ook hierbij kunt u ook rondkijken, oefenen en van alles testen met de gratis en vrijblijvende demo beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter in de vragen. Dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Aras. Ditmaal wederom een interessante analyse van een aparte aandeel. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Laten we beginnen. Ja, welkom allemaal. Ja, het gaat over Walt Disney, een aandeel met fantasie. En dat is, Walt Disney heeft dat wel. Je ziet op de achtergrond het gebouw waar Walt Disney zit. En ja, ik vind het prachtig dat ze die dwergen daar op hebben gezet, die kabouters. En dat maakt zo'n gebouw helemaal af. Walt Disney, prachtig bedrijf, filmstudio, daar kennen we natuurlijk van. We kennen het van de Donald Duck. We kennen het van Euro Disney en de andere parken die ze met name in de VS hebben. En ja, eigenlijk daar wereldberoemd. Maar het bedrijf is in problemen. En dat is mede door de disruptor, namelijk Netflix. Netflix is eigenlijk ook filmstudio geworden. Heeft dan een streaming product. En kan zijn klanten rechtstreeks bedienen. En dat is iets wat Disney niet deed. Nu hebben ze wel zo'n service, Disney Plus.
En proberen nu het kunstje van Netflix eigenlijk na te doen. En dat gaat ze nog niet zo heel best af. Het is een heel nieuw bedrijf, is natuurlijk oud en eigenlijk ook wel was het vastgeroest. En dan is het ontzettend moeilijk om zo'n bedrijf, dat is een soort van supertanker, om die dan op een andere koers te krijgen. De vorige CEO lukte het niet. Ze hebben degene die daarvoor de CEO was, hebben ze teruggehaald. En die is nu een schoon schip aan het maken. En is mensen aan het ontslaan, is producten aan het wegsnijden. Omdat er gewoon heel snel weer iets moet gebeuren. En onder andere moeten de kosten stevig omlaag. En daar is hij dus nu mee bezig. Nou, als we dan gaan kijken naar de koers van de laatste 5 jaar, dan zie je dat dat is opgelopen tot, en dan moet ik even spieken tot wanneer dat is, begin 2021. En daarna ging het heel erg omlaag. Zo ver omlaag dat ze zelfs onder de laatste jaren daarvoor zijn. Dus van 2015 tot en met 2020. Dit is die coronacrisis. En we zitten eigenlijk net boven dat niveau van de coronacrisis. Dus kan je nagaan hoe slecht het dan gaat met Disney als we kijken puur naar hoe het bedrijf er in de koers met de koers voor staat. Het bedrijf is 186,5 miljard waard. Dus dat is nogal wat. We hebben geen dividend op dit moment. En de target die analisten stellen is $123. Nou, dat is dan interessant, want het is nu $92,5. Dus er zit wat potentie in als je daarnaar kijkt. En is het dan interessant genoeg? Nou, dan gaan we eens verder kijken. Er is namelijk een koers-winstverhouding op dit moment 50, volgend jaar zou dat 23 moeten zijn. En de PEG-ratio is net boven de 1, dus dat is net iets te veel. En gaan we naar helemaal andere cijfers kijken, die zijn er niet. De operating margin en dergelijke, dat is er allemaal niet. Dus er zijn heel weinig gegevens. We zien wel dat er een boekwaarde is, maar ja, heel veel andere gegevens zijn er niet. En er is een 1% short positie. Dat is, ja, wat mij betreft net iets te veel. Maar dat is toch wel even van belang. Dan gaan we naar de houders. Nou, dus weer standaard, Vanguard, BlackRock, State Street, die zitten hier gewoon met hun reguliere percentage zitten ze erin. Geen extra dingetjes, maar die zitten erin. Het is natuurlijk een degelijk bedrijf, een oud bedrijf en daar zitten ze dan wel in. Kijken we naar de insider transacties, dan is wel duidelijk, we zien hier een sale, we zien allemaal awards, maar hier zien we ook allemaal sales. En die zijn allemaal verkocht op koersen van tussen de 98 en 105,7. En hier 95, hier 99. En de koers is nu 92,5. Dus je ziet wel dat management eigenlijk op een koers net even iets boven wat we nu hebben aan het verkopen is. En dat is geen goede zaak. Dat betekent toch dat ze er weinig vertrouwen in hebben. Deels kan ik me dat indenken omdat er nu natuurlijk een nieuwe CEO is die met een bezem aan het vegen is. Dus het kan zijn dat die mensen gewoon hebben gezegd: ja, dan heb ik liever nu cash voordat ik zometeen de laan uitvlieg en misschien problemen heb om mijn opties dan te verzilveren. Dat kan natuurlijk ook. 90 dagen geleden dachten analisten $4,13 winst per aandeel. Nu denken ze $3,98. Voor volgend jaar was het $5,46 en nu $5,33. Dus dat is ietsje terug bijgesteld. Dat is jammer. Financials, de omzet met name, wil ik naar kijken. 2019 70 miljard. 2020 65 miljard. 2021 liep het weer op tot 67,5 miljard. En vorig jaar 82,7 miljard. Dat is een enorme groei. En de afgelopen 12 maanden zitten we op 84,5 miljard ongeveer. Maar wat er belangrijk is, is de kosten die liepen op tot 75,9 miljard. En zie je nu dat die teruglopen naar 56,2 miljard. Terwijl je als winst, of tenminste omzet, 84. Dus je ziet dat die maatregelen om kosten te besparen, wel enorm resultaat hebben. Want er is 20 miljard minder uitgegeven. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je kans loopt dat er een aantal omzet gemist gaat worden. Nou, hier zien we dan, ja, hier moet ik even heen. De rapport, de laatste tijd, van hoe ziet het eruit? Dan moet ik even mijn andere bril, want het zijn wel hele kleine lettertjes. Ik zal hem even ietsje vergroten ook. Kijk, dat zit hier als het goed is. Zo. Belangrijk is dat ze ook ESPN hebben. Dat is de sportkanaal. Die doet het goed. Die zie je ook dat die ietsje hoger is geworden. Maar kijken naar wat andere zaken. Disney Plus,
Dat is lager geworden. De maandelijkse omzet per betalende klant is van 74 cent naar 59 cent is dat gedaan. Is gekomen omdat er gewoon minder advertenties zijn geweest. Nou, dan zie je ook dat Hulu Live TV, die is wel ietsje toegenomen. Maar de omzet per klant is dat weer niet. En zo kan je hier al die dingetjes kan je eens naar kijken. Hoe of wat het zit in hun laatste omzetverhaal. De tweede kwartaalcijfers. Ik moest even nadenken, maar hun lopen met iets anders met de kwartaalcijfers. Hun zitten al dat ze het tweede kwartaal hebben gepubliceerd. Dus dat is eventjes van belang om te zien. Als je kijkt naar Disney Plus, die ziet er dan wel iets beter uit hier voor wat betreft domestic. En international. Maar ja, uiteindelijk qua omzet, de advertenties is dus minder geworden. Maar het bedrijf heeft het gewoon heel moeilijk en zwaar. En het moet echt gaan komen van de kostenbesparingen en daarna weer de echte groei. Ze lopen ook een beetje te hinken op twee gedachten. Willen ze hun hele film. Archief echt benutten, dan zouden ze dat ook kunnen verkopen of verhuren aan bijvoorbeeld een Netflix. He, want ja, mensen kijken er wel naar, dan maak je toch omzet, maar ja, dan maak je Netflix weer veel belangrijker en interessanter. Waar blijf je dan met je dus Disney Plus? Wat wil je? Wil je zelf een soort van Netflix-applicatie houden? Dan zou je ook keihard ervoor moeten gaan. Of zeg je van nee, ik ga liever Netflix dan ondersteunen en dan pakken we wel via hun omzet nog een stuk omzet. Nou, ze hinken nog op twee gedachten, denk ik, bij Disney. Gaan we kijken bij bijvoorbeeld de parken. Ja, dan is het in met name Florida, het belangrijkste park wat ze daar eigenlijk hebben. Daar hebben ze problemen met de gouverneur. Die hebben ze wel een pootje kunnen lichten eigenlijk. Maar dan nog blijft er even het feit dat je met het probleem zit dat politiek in Florida zwaar tegen Disney is op dit moment door die gouverneur. En Ron DeSantis die zoekt ruzie met Disney. Daarmee gooit hij zijn eigen kansen eigenlijk in om president te worden, naar mijn idee. Hij wil dat, hij heeft dat nog niet toegegeven, maar het komt eraan dat hij zich als presidentskandidaat gaat presenteren. Ik verwacht er weinig van. Ik denk niet dat hij het momentum heeft of er moet wat veranderen. Maar ruzie met Disney is geen goede zaak voor Decentis. Dan gaan we eigenlijk wil ik hier naar de laatste 5 jaar grafiek. Nou, ik heb een lijntje getrokken bij de bodem van 2020. En die zit ietsje daaronder, maar ik heb hem even. Want je ziet dat als we naar hier kijken, dat je dan toch op dat punt zit. Waarbij we dus de bodem van toen hebben we ook hier gevonden. En dat is positief technisch gezien interessant. Want we kunnen nu eigenlijk zeggen dat op een koers van zeg even, grofweg 84, dat daar een steun ligt. En je zou dus een positie kunnen innemen met een stop los op 83,95 of zo. Dat zou een hele aardige zaak zijn. Dan kan je natuurlijk 10% verliezen. Dat kan. Maar dat is dan 10%. Het kan ook zijn dat je nu in feite de bodem raakt en dat het aandeel weer verder gaat. We zien ook de TRIX en MACD ietsje oplopen, maar nog niet in het positief terrein zitten. RSI is dan minder interessant. Technisch gezien is het nog te vroeg. We zien nog niet echt dat herstel. Dus daar zou je eigenlijk moeten wachten. Maar de stop los, die is in ieder geval wel duidelijk. En je zou kunnen kijken van nou, ik zie het eens aan. En wanneer zou je dan kunnen instappen? Nou, dat zou ieder moment kunnen zijn als het maar boven de 84 is. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als je die lijnen, die MA9, MA50, of welke lijn je daarvoor ook wil gebruiken. Als je die positief ziet worden. Het kan zijn dat je zegt, ik wil de vorige top. En want hier zie je nog altijd lagere toppen, deze lagere top ook. Ik wil een keertje een hogere top hebben. Nou, dan moet die al boven de 120 zijn voordat je dan instapt. Nou, dat praat je toch wel over een behoorlijke slag omhoog. Hè. We zitten nu 92,5. Nou, als je bij 120 weer gaat instappen, dan laat je wel, naar mijn idee, veel lopen. Dus ik zou dan
eigenlijk eerder al iets doen. Maar realiseer je, het bedrijf is in de problemen. Het is niet gezegd dat ze eruit gaan komen. Dat is het eerste. Het tweede is, het is een degelijk bedrijf wat eigenlijk goed te voorspellen is. En ja, dan is even het niet te voorspellen deel is natuurlijk, gaan die reorganisaties gaan die daadwerkelijk helpen. Maar het is een degelijk bedrijf. Dit bedrijf gaat niet failliet. Dat is niet zo. Maar het moet wel gaan kijken, waar gaan we naar de toekomst heen? Blijven we filmstudio? Gaan we Netflix en consorten voorzien van films? En is dat ons verdienmodel? Of worden we gewoon puur de concurrent van Netflix? We blijven een filmstudio, zoals Netflix dat nu ook is geworden. En hebben ook ons kanaal waar we dus abonnees voor zoeken. En we blijven dan ook met die parken bezig. Dat is een keuze die Disney moet maken. Ik heb daar geen mening over wat het beste is. Dan moeten ze maar eens goed onderzoeken wat voor hun het beste is. En waar ze het verste mee komen. Het is, Netflix is first mover. En dat maakt dat dat bedrijf erg sterk is. Aan de andere kant, het is niet gezegd dat er dus geen ruimte voor een Disney Plus is. Zeker met hun sportkanaal zitten ze gewoon heel sterk. Dus ze begrijpen het spelletje wel. Ze zijn nog niet goed genoeg in het spelletje. Nou, dan is even het punt van, ga je mensen binnenhalen die er wel goed genoeg in zijn? Ga je het zo doen? Of zeg je van, ja, we geven het op, we verkopen de tent. Dat Disney Plus verhaal en het sportkanaal. En we gaan kijken of we dan gewoon toch als filmstudio verder kunnen. Gezien het feit dat de wereld is veranderd, denk ik dat ook Disney zal moeten veranderen. Dat is mijn mening erover. Ik weet alleen nog niet in welke richting. Dat moeten ze zelf bekijken. Ik ben niet de deskundige in hun vakgebied. Maar soms vraag ik me af of hun die deskundigen wel zijn. Omdat de disruptors natuurlijk dat vakgebied enorm aan het veranderen zijn. Dus daar zit je nog mee. Ik weet ook niet in hoeverre de staking van de scriptschrijvers Disney raakt. Geen idee van. Maar ook dat kan natuurlijk nog eventjes een punt zijn om te zeggen van, nou, ik wacht nog even met beleggen. Want we zien wat voor impact een eventueel die staking heeft op het aandeel Disney. Maar degelijk bedrijf. Ja, je ziet dat die koers-winstverhouding terug van 50 naar 20 per gratie net ietsje te hoog. Maar voor wat betreft de degelijkheid mag dat. Is niet een zonde om boven die 1 dan te zeggen. Dus het is niet extreem duur dit aandeel. Ik zou toch wel eventjes wachten met kopen en kijk het eventjes aan met 84 als stoploss. Ars, zijn er vragen? Nee, dus wat dat betreft allemaal duidelijk tot zover. Dan laat ik het erbij. Dan is morgen weer een webinar, een lunchwebinar. Dus dan hoop ik iedereen morgen te zien. Is die voor jou, Ars? Geweldig. Nou, dan neem ik nog even het beeld over de afsluiting. Daar rest hij dan. Nou, Tom, wederom hartstikke bedankt. Een uiterst interessante analyse van een apart aandeel. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid bij dit webinar. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, we zijn te bereiken middels onze gratis klantenservice telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxflat.com. Dat kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXflat nog een prettige middag verder. En tot het volgende webinar. Tot ziens. Thank you.